Want de komende 3 dagen ga ik met mijn ouders en met Renske 3 dagen door Boedapest bekijken en gewoon een beetje de stad verkennen. En we zijn nu net in het appartementje aangekomen, dus die ga ik eerst even laten zien. En hier hebben we het keukentje. Dus dat is ook wel chill dat we gewoon in het appartementje zelf kunnen ontbijten en wat dingen kunnen klaarmaken. En verder heb je hier dan gewoon het halletje. Als je binnenkomt hebben we hier de eerste slaapkamer. Hier gaan waarschijnlijk mijn ouders slapen. Dan hebben we hier nog een tweede slaapkamer voor mijn zus. En dan hebben we hier het woonkamergedeelte, waar nu mijn ouders zitten. Renske, mijn zus. En het leuke is ook dat Renske en ik dan hierboven gaan slapen. Dus deze video voor iets minder fitness. En laat ik gewoon even leuk de reisvideo zien met natuurlijk de voeding. Wat dingen van de stad. En vind je het nou een leuke video, vergeet even een like achterlaten. En dan beginnen we de video. Hebben hier een marktje met allemaal van die streetfood dingen. En Renske en mijn moeder en mijn zus zijn ergens anders wat eten aan het halen. En ik en mijn vader gaan samen een vegan burger halen. Dus dit keer krijg je een eerlijke review van een man die waarschijnlijk nog nooit een vegan burger heeft gehad. Oké, uiteindelijk wordt het die. Het valt een beetje uit elkaar, maar het is echt super lekker. 9,5 uit 10. En mijn vader heeft de vegan kaasburger. Op schaal van 1 tot 10. Ik ben een beetje kritisch, maar zeker een 8. Zeker een 8, oké. Nou, we zijn al een paar uurtjes aan het rondlopen en Boedapest is tot nu toe echt een super mooie stad. Echt heel erg veel sfeer en ze hadden toevallig ook een kerstmarktje nog staan. Dus dat is sowieso altijd leuk in de stad met al die kraampjes en lichtjes en zo. En nu gaan we gewoon ergens een kopje koffie drinken, want we willen niet de eerste dag al de hele stad gaan zien. En dan ben ik ook wel benieuwd hoe de stad eruit ziet in de avond met alle lichtjes en zo. Nou, we kwamen nu even een supermarktje tegen en als je op vakantie bent is het altijd wel handig om gewoon zelf wat eten en snacks gewoon bij de hand te hebben. En vooral we nu een appartementje hebben, kunnen we gewoon 's ochtends gewoon zelf wat maaltijden klaarmaken. Dus ik ga even laten zien wat voor snacks en eten ik vaak haal op vakantie. En voor het eten en drinken hebben we net als eerste koffie gehaald. Want we hebben natuurlijk gewoon een appartementje. Dus dan is het best wel chill als je dat gewoon af en toe kan zetten. Verder hebben we ook gewoon havermout met amandelmelk. Want 's ochtends gaan we gewoon waarschijnlijk hier ontbijten. En dan is havermout gewoon een chille eerste maaltijd van de dag. En daarvoor hebben we ook bijvoorbeeld gewoon appeltjes. En heb ik zelf nog wat eiwitpoeder meegenomen. Ook nog heb ik nog wat yoghurt gehaald. Want het kan toch altijd ietsjes lastiger zijn om je eiwitten binnen te krijgen op vakantie. Dus misschien kan een bakje yoghurt als snack of in de avond daar nog een beetje bij helpen. Verder hebben we nog een pak maiswafels en rijstwafels en hadden we daar geen hummus bij gevonden. Dus in plaats daarvan hebben we nog een potje cashewboter wat je er eventueel op kan smeren. Verder nog een doos eieren, nog wat ander beleg voor eventueel broodjes. En heb ik nog van deze koekjes gekocht zonder suikers en die wat hoger zijn in vezels. Dus dan heb je nog iets van een lekkere snack. En ook al ben ik aan het bulken op vakantie, dan vind ik het alsnog chill om gewoon wat snacks te hebben die wat lager zijn in calorieën en in suikers bijvoorbeeld. Omdat ik gewoon hou van veel eten en in een ander land toch alweer grote maaltijden gaan nemen en nieuwe dingen gaan proberen. Dus wanneer je van die snacks hebt met wat lagere calorieën, is dat natuurlijk toch even wat chiller. En voor het ontbijt doe ik even niet mee met de havermout van Renske, maar ga ik gewoon even voor een lekker broodje. En daarnaast hebben we er wel een scrambled eggs bij, omdat het en lekker is. En daarnaast makkelijk de eiwit ophoogt. En daarnaast heb ik ook nog gewoon een eiwitshake, alleen was ik mijn shakebeker vergeten. Dus heb ik het eventjes in een glas gedaan en gewoon goed geroerd. Dus hopelijk dat dat een beetje te doen is. En omdat het op vakantie altijd iets lastiger kan zijn om je eiwitten op te hogen, omdat je niet echt precies weet wat er in de gerechten zit als je bijvoorbeeld uit eten gaat, vind ik het gewoon chill om in ieder geval bij het ontbijt veel eiwitten binnen te krijgen. En daarom neem ik ook gewoon nog even een extra eiwitshake, zodat die in ieder geval lekker hoog zijn. Nou, we zijn nu weer onderweg naar de Donau en dat is een beetje de rivier
die echt door de stad heen gaat. En daar is eigenlijk het hele centrum. En vandaag gaan we even naar de overkant van de rivier. Zo'n heuvel op met ook een heel kasteel. En als het goed is, kan je echt dan over de hele stad uitkijken. En vandaag zou het best wel mooi weer worden. Dus dan zou het best wel leuk zijn als je echt gewoon helder de hele stad kan zien. Hey, Adams. Wat? Nee, ik adem niet als ik praat. Hè? Nee. En nu gaan we dus de berg op waar het kasteel staat en waar er blijkbaar een heel mooi uitzicht is. En zoals je kan zien staat er echt een super grote rij voor het treintje die naar boven gaat. Maar gelukkig zijn we ook een fitnesskanaal, want dan gaan we gewoon lekker lopen. Thank you. En na een paar uurtjes buiten lopen was het natuurlijk weer tijd voor een kopje koffie. En wat dat betreft lijk ik echt heel erg op mijn ouders hoor. Want we zijn echt allemaal mega erg koffiedrinkers. Dus dat is eigenlijk onze vakantie samengevat. Gewoon buiten heel veel rondlopen en kopjes koffie. Oké, we waren net even iets te lang blijven doorlopen zonder te eten door de kou, want we hadden allemaal echt super veel honger. Maar we zijn bij een lunchtentje aangekomen en ik denk dat ik of voor de vegetarische tortillas ga, maar dit is voor de brunch, dus ik weet niet of dat om 3 uur in de middag nog kan. En anders ga ik denk voor een pastaatje met zalm. En voor mij de pasta met zalm en een small banana milkshake, please. Dus voor de lunch hebben we een pastaatje met zalm en met garnalen. Let's enjoy. Nou, na een hele dag door de stad lopen gaan we zo meteen even lekker zitten en toch nog veel van de stad zien, want we gaan namelijk even een boottocht maken. En zoals je ziet is de zon aan het ondergaan, dus ik denk dat het echt super mooi gaat zijn bij de rivier. En voor het eten gaat het een vegan pizza worden, namelijk de 3 cheese met olijven. Thank you. Oké, dat ziet er wel echt heel erg lekker uit. Zo, die is echt super lekker. Ook echt heel erg kazig, alleen ben ik toch wel benieuwd waar ze 3 kazen van maken met een vegan pizza. Ja, in ieder geval lekker. Oké, deze maaltijd ziet er ook wel heel erg lekker uit. Wat had je besteld? Allemaal bijgerechtjes bij elkaar, dus ik heb falafel, mocht ik zelf kiezen hoeveel. En dan met gegrilde groenten en met hummus. Eet smakelijk! Nou, Renske en ik zijn na het eten even terug naar het appartementje gegaan. En mijn ouders zijn ergens anders nog even wat drinken. Maar wij zagen gisteren dat hier in de buurt een sportschool was. En we zouden eigenlijk niet gaan trainen, maar we hadden toch op zich wel zin om gewoon een workout te pakken. Dus wij zijn even terug naar het appartement gegaan. Even een kopje koffie aan het drinken. En dan gaan we zo meteen toch nog even een workout knallen. En ik dacht eerst aan gewoon een upper body workout, gefocust op de benchpress. Maar ik dacht het kan ook wel handig zijn om even de squat mee te pikken. Want wanneer we terugkomen is het oudjaarsdag zo'n beetje. Dus op nieuwjaarsdag kunnen we ook niet echt sporten. Dus om ook nog even een squat sessie mee te pikken is best wel een goed idee. Maar eerst even een cafeïne boost krijgen. Nou, ik moet zeggen, dat was echt een super chille training net. Ik had eigenlijk alleen bedacht om gewoon de benchpress en de squat te doen. En daarnaast eigenlijk gewoon lekker pompen en een upper body workout te pakken. Dus niet heel erg veel nadenken, gewoon lekker veel reps doen. En dat is wel echt heel erg chill op z'n tijd.
En nu na de workout neem ik zo'n protein cookie van mijn protein. En dit is de smaak cookie and cream. En het chillen van deze is dat deze 38 gram eiwitten heeft. En samen met die 2 scoops eiwitpoeder van vanochtend kom ik al op iets van 80 gram eiwit op een dag. En dat is natuurlijk wel heel erg handig op vakantie of wat dan ook om die op te hogen. En jullie weten het, jullie kunnen de code TUNEFIT gebruiken voor 20% korting. En via de link in de beschrijving kan je naar de website van mijn protein gaan. En dan support je mij weer direct. En dan wil ik hierbij deze video gaan afsluiten. En vond je het nou een leuke video, de Budapest vlog, laat het me even weten met een like. En vergeet ook niet te abonneren op het kanaal voor nog meer video's. En dan zie ik je in de volgende video.